De recente verjaardag van prinses Beatrix passeerde bijna onopgemerkt, slechts in intieme kring gevierd op kasteel Drakenstein, haar sfeervolle privéverblijf waar ze ongeveer tien jaar geleden weer haar intrek nam na haar koninklijke aftreden. Beatrix, die inmiddels de respectabele leeftijd van 86 jaar heeft bereikt, neemt gestaag terug, zowel op het koninklijke toneel als in haar persoonlijke leven. Het afgelopen jaar vertoonde haar koninklijke agenda slechts een twintigtal vermeldingen, een opmerkelijke afname ten opzichte van het indrukwekkende aantal van ongeveer 60-10 jaar geleden. Zowel op het publieke als private domein lijkt de prinses steeds meer de serene rust op te zoeken. Zelfs haar voormalige hofdames, ooit frequente metgezellen en vertrouwelingen, merken op dat de oproepen om haar te vergezellen sterk zijn afgenomen. Wat voorheen een gebruikelijk verzoek was, lijkt nu een zeldzaamheid te zijn geworden, zoals gemeld door Weekend. Deze geleidelijke terugtrekking uit zowel het openbare als persoonlijke leven weerspiegelt de natuurlijke evolutie voor Beatrix, die nu de tijd neemt voor meer contemplatie en ontspanning. Het lijkt erop dat de prinses, net als haar kasteel Drakenstein, een oase van Kanten verkiest boven de drukte van het voormalige koninklijke protocol.